Welkom bij een nieuwe aflevering van Kinderen voor Kinderen Pakt Uit. Zoals iedere week staat ook dit keer een beroemd liedje van Kinderen voor Kinderen centraal. En daarvoor gaan twee kids uit het Kinderen voor Kinderen koor op bezoek bij een bekende Nederlander die alles weet over het onderwerp van het liedje. Als tegenprestatie mag de BN'er dan meedoen in de nieuwe clip van Kinderen voor Kinderen. En deze week is het liedje Klaar voor de Start. En Klaar voor de Start gaat natuurlijk over sporten en de top bereiken. En een man die daar alles van weet is Jeffrey Wammes. Hij werd maar liefst 4 keer Nederlands kampioen turnen. Onze twee Kinderen voor Kinderen reporters zijn bij Jeffrey langs geweest. Jesslyn, Lucia, kom eens bij. Jesslyn, mag ik jou eens vragen? Wat wil je nou te weten komen van Jeffrey? Nou, ik wil weten hoe hij de bewegingen en de salto's allemaal achter elkaar doet. Het zit er wel moeilijk te makkelijk te redden, maar het is wel moeilijk ja, om dat te doen. Dat denk ik ook, ja. En Lucia, ben jij zelf ook een turnster? Ja, een beetje. Ik heb zelf ook op turnen gezeten. Echt? Dus jij kunt allemaal die trucjes? Ja, een beetje wel. Wauw. En jij? Ik zit niet op turnen, dus ik weet niet al de trucjes hoe die dat doet. Ja. Oké, maar Lucia, als jij dan samen met Jeffrey het aan Jesslyn laat zien, dan komt het goed. Ik ben wel benieuwd naar jullie filmpje. We zijn hier vandaag bij de sporthal Flik Flak. Hoi. Ik ben Jesslyn. Jeffrey. Hallo, ik ben Lucia. Hoi. Hoeveel uur train je per week? Ik train ongeveer 3,5 uur per dag. Tot 6 keer per week. En hoe ziet jouw dag er eigenlijk uit? Meestal sta ik op en dan een beetje ontbijten en dan een beetje wat aan school doen. En daarna ga ik dan naar de turnhal en dan s'avonds eten en veel rusten natuurlijk. Als topsporter moet je veel vaak je rust pakken. Wat is jouw favoriete onderdeel? Dus wat doe jij graag? Eigenlijk waar we nu op staan, de vloer. Oké. Okay. Dus daar gewoon veel salto's en schroeven en zo op kan doen. Maar wil je eigenlijk weten waarom? Ja, ik heb zelf ook op turnen gezeten en ik vond de vloer ook altijd heel leuk. Oké, oh leuk. Maar willen jullie zelf niet eventjes op de trampoline springen? Ja. Bij het begin vond ik het wel spannend, maar nu vind ik het wel leuk om te ontmoeten. Wow. Nou, laten we het zien. Oké. Okay. Ja. Dank je. Probeer als je die overslag doet, probeer je arm wat sneller je handen op de trampoline te zetten. Ja. Oké, ga niet. 1, 2, 3. Oeh. Zo. Oeh. Ja, dat was niet slecht voor de eerste keer. Anderhalve salto, dubbele schroef. Nou, vroeger was het wel heel erg moeilijk, want toen trainde ik 2 keer per dag. Dus ik trainde voordat ik naar school ging en daarna. Dus ja, op een gegeven moment zijn er toch wel vriendjes en vriendinnetjes die me niet meer uitnodigden voor verjaardagen en zo. Omdat ze weten dat je dan toch niet komt. Dus dat was wel heel zwaar, dat zeg ik wel eerlijk. Maar ik ben nu wel blij dat ik toen door heb gezet. Waarom dan? Nou ja, ik ben nu natuurlijk wel op heel veel plekken al geweest. Heel veel dingen al meegemaakt en dat is toch ook wel, wel een mooie ervaring die ik misschien anders nog niet had gehad. Nou, hier hebben we een clip en het nummer heet Klaar voor Start. En waarom laten jullie dit aan mij zien? Met de vraag of je ook mee wil doen met de clip. Mee wil doen in de clip? En wat wil je wat ik ga doen in de clip? Dansen natuurlijk. En, dansen? Ja, en een beetje zingen natuurlijk. Nou, dan moeten jullie mij wel heel goed helpen, want ik kan niet dansen en zingen. Ik vind het spannend, maar ik doe wel mee. Lijkt me super gaaf. Hi, hey. Kelly. Jeffrey. Hi. Je springt open. Naar voren. Naar zo? Ja, goed zo. Dus nog vanaf die knie, naar voren. Spring naar voren, sluit naar voren, sluit. Nou, natuurtalent. Even iets sneller, goed? Nog 5, sneller? 6, 7 en. Oh, het gaat zo snel allemaal. Dus dan denk je net van, oh, ik ken eindelijk een pasje. En dan, oké, sneller. En nog iets erachteraan. En, oh.
En dan moet je ook nog zingen tegelijk. Dat is lastig. Moeilijk hoor. Kom, we gaan even kijken hoe de repetitie hier gaat. Jeffrey, kom er even bij. Lucia, je hebt hem al horen zingen. Ja, ik kan best wel goed zingen. Echt? Waar moet je op letten, Jeslyn? Dat hij niet bij sommige stukjes weer te hoog gaat of weer te laag. Oh. Kelly, hoe gaat het met Jeffrey? Nou, eigenlijk gaat het wel heel goed, maar het is wel veel voor hem. Dus hij denkt af en toe, oh jee, gaat dit wel goed komen? Maar ik heb er wel vertrouwen in ieder geval. Hoi. Hey. Hi. Alles goed? Ja hoor. Ja. Ik ga je uitleggen wat je wel en wat je niet gaat zingen. Het belangrijkste tijdens het zingen is eigenlijk je adem. Als je hier bijvoorbeeld met die eerste zin, klaar voor de start. Hey. Dan moet je leeg zijn. Als je... Klaar voor de start. Oh, oh, oh. Klaar voor de start. Hey. Juist. Hij is natuurlijk sporter. En een sporter heeft heel veel conditie en heel veel lucht. Dus hij wil het liefst alles achter elkaar zingen in één adem. En voor hem is het lastigste dat hij nu moet ademen eigenlijk per zin of per stukje om het zo goed mogelijk te kunnen zingen. Klaar voor de start, hey! Ja, wij zijn klaar voor de start. Gaan los met heen ons hart. Ja, ik vind het op zich wel goed gaan. Het is wel lastig om toch een heel liedje in één repetitie te leren. En vooral dan je ademhaling en om op dat soort dingen te letten, dat maakt het extra moeilijk. Maar ja, het gaat niet heel slecht. Dus ik ben benieuwd hoe het dadelijk gaat op de vloer. Hey, doe je mee? Adem. Loop eens weg van die tv. Kom uit je stoel. Want alleen maar blijven zitten is niet cool. Nou, ik vind het toch best wel spannend. Ik bedoel, ik moet gaan zingen, gaan dansen. Dus toch wel spannend, want dat is natuurlijk niet mijn dagelijkse ding. Maar ja, voor hun was turnen ook natuurlijk hartstikke moeilijk. Dus ik ben klaar voor de start. Jeffrey, jij weet als geen ander wat het is om echte wedstrijdspanning te voelen, hè? Ja, dat is wat ik nu een klein beetje begin te voelen, want nu moet het gebeuren. Ja, want hoe bereid je je normaal voor een belangrijke sportwedstrijd voor? Ja, dan heb je natuurlijk al duizenden uren getraind en dan weet je wat je moet doen. En het enige wat je dan nog kan doen is gewoon diep in- en uitademen en je zenuwen onder controle houden. Ja. Dat is een klein beetje wat ik nu ook aan het doen ben. Ja. Je hebt je goed voorbereid, je hebt gerepeteerd. Klaar voor de start? Ik ben zeker klaar voor de start. Oké, nou ik ga vooral letten op hoe jij zingt. Ga vanzelf niet omzoeken. Succes hè? Ja, dankjewel. Zie je wel. Hier zijn ze dan, de kids van Kinderen voor Kinderen. Samen met Jeffrey Wammes. En klaar voor de start! Klaar voor de start, hey! Klaar voor de start, hey, doe je mee? Loop eens weg van die tv, kom uit je stoel. Want alleen maar blijven zitten is niet cool. Ga je mee met ons op reis? Want samen dingen doen, dat is de allermooiste prijs. Jeffrey, ik sta nu toevallig bij je, maar je weet natuurlijk dat je niet tot in lengte vandaag nog topsporter kunt zijn. Na jouw carrière, wil je dan op het podium als artiest? Nou, ik denk dat ik die droom maar moet laten varen. Nee, toch? Nee, het was heel erg leuk om te doen, maar het is echt moeilijker dan je denkt. Dat kan ik je wel zeggen, maar ja, het is wel heel leuk. Zal ik het eens aan Lucia hier vragen? Lucia, moet hij ooit echt artiest worden? Of? Ja, als hij wilt wel, maar ja, hij kan ook natuurlijk doorgaan met turnen en zo. Ja. En jij, wat vond jij ervan, Jeslyn?
Ja, ik vond het goed dat hij deed. Hij kon wel later artiest worden, maar hij mag zelf weten wat hij doet. En het zingen, Lucia, was dat een beetje in orde? Heel goed eigenlijk. Wel, ja, wel redelijk. Jeffrey, die kun je in je zak steken, jongen. Goed gedaan, goed gedaan. En ja, volgende week natuurlijk weer een nieuwe Kinderen voor Kinderen pakt uit. En dan met... Alle kinderen in Nederland moeten nu eens weten, iedere dag moeten we bewegen. En dan moeten alle juffen en meesters op school zich eens een keer gehoor aan gaan geven. En niet meteen zitten op die stoelen, maar eerst even bewegen is gezond. En dan pas starten met je dag. Dat belooft weer een topshowtje te worden. Ik hoop dat je er weer bij bent. Tot de volgende keer. Doei!